Zeker waar. En daar links van jou, Rick, staan een aantal roze emmers opgestapeld. Waaronder de Dilemma Plus. Daphne, heb jij al kennis gemaakt met de Dilemma Plus? Nou, ik denk dat ik het vorige week hoorde in de uitzending. Of die van de week daarvoor. Ja. En toen moest Imke namelijk sexy dansen aan een imaginary paal. Ja, ja, dat soort dingen komen eruit, ja. Ja, en toen dacht ik echt, oh nee. Ja. Laat dat niet kan ik nog weg. Bij mij zijn. Nou, er zitten er nog een paar in. Ik heb ze gelezen, Daphne, dat wil je niet hoor. Maar één voordeel, dat paaldans is eruit. Yes. Ja. Ja. Maar het kan vast nog gênant. Maar strip vast. Hier zitten dus een paar kaartjes in. En het is nu aan jou om daar blind eentje uit te grabbelen. En die dan voor te lezen. Ook even voor te lezen wat het is. Een opdracht of iets, of een waarheid, een onthulling of zo. Truth, dare of dilemma. Het is een truth. Oh, dan heb je nu al geluk, denk ik. Hoop ik. Wat is het moedigste dat je ooit hebt gedaan? Het moedigste. Ja. Oh. Kunnen wij heel soft lezen hoor. Ja, maar het is ook echt... Het is het moedigste wat ik ooit heb gedaan. Vind je jezelf moedig? Ja. Ja? Ik vind mezelf eerder daadkrachtig. Ik ben, ben wel iemand dat als er iets gebeurt of er iets gedaan moet worden... of ik heb ook bijvoorbeeld gezien... wat ik wel een keer heb gezien, maar dat is helemaal niet moedig... is dat ik reed op de snelweg en er was een afrit... en ik zie gewoon een camper die afrit afrijden... en ik zie die camper vervolgens over de kop gaan. Ja. Zo die afrit af, de berm in. Ja, en toen waren er nog geen mobiele telefoons of net... dus toen ben ik bij de eerste ANWB-paal gestopt... Dat heb ik daar, die ANWB-dame... Weet je wat ANWB-palen zijn? Ja, die gele dingen. Ja, die zijn er dus ook niet meer ondertussen. Maar daar kon je stoppen. Dus ik met dat meisje van de ANWB-alarmcentrale. Ik zeg, joh, er is daar... dus ik ben wel daadkrachtig. Dat als er iets gedaan moet worden, doe ik het. Ik duik niet. Het zit wel in je persoonlijkheid om mensen te helpen dan zo. Ja, ja. Ook wel denk ik met gevaar van eigen leven. Want als er vroeger, als je dan uitging en de jongens kregen ruzie met elkaar... dan ging ik er ook echt tussen staan. Doe het even lekker normaal. Ik zie het ook helemaal voor me. Ja. Dus, stop. Ja, doe gewoon normaal, jongens. We zijn hier een feestje aan het vieren. Maar heb je een keer een levensbedreigende situatie gehad... waarbij je nu denkt van, nou, misschien had ik dat beter niet kunnen doen... maar ik heb het toch gedaan. En misschien heeft het wel wat teweeg gebracht. Nee, ik kan het niet bedenken nu. Oké. Ik heb wel, als ik mag, ik heb een keer iets heel moedigs gedaan, vind ik zelf. Dat is echt een paar jaar geleden alweer. Een grote spin opgestofzuigd. maar ik heb echt niks met spinnen, zeg maar. Ja. En ik was op het werk aan het stofzuigen. En toen zat er een hele grote, echt zo'n renspin, zeg maar, op de grond. Ja, een renspin. Ja, en ik dacht van normaal zou ik gewoon 3 weken die kamer niet meer inkomen. Maar ik ben op het werk. Ik moet stofzuigen. Ik kan dat niet zo laten liggen. Nee. Dus dan heb ik echt zo op afstand zo gedaan. En toen hoorde ik... Maar ik vind het echt heel grappig dat dat je meest moeilijkste ding is. Ja, nee, echt. Ik ben heel trots op. Maar je weet ik weet niet of je dat weet, maar ik ben ook gespecialiseerd in angst verminderen. We kunnen hier eens een keer over praten. Dan gaan we zo meteen zeker even doen. Misschien dat je zo meteen even achter de schermen Rick van zijn spinnerfobie kan helpen. Ja, goed. Rick, ik geef hem aan jou. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Moet een beetje voortmaken, zie ik alweer. Even kijken. Dilemma. Je hoofd nu kaal scheren of nooit meer naar de kapper mogen? Ja. Wat gebeurt er als jij niet naar de kapper gaat? Of als je haar niet knipt? Er gebeurt niet heel veel, relatief gezien. Want mijn haar groeit niet zo hard. Ja. Dus wat dat betreft kan ik wel een tijdje vooruit. Maar toch nooit meer. En je bent nog best jong. Je moet misschien nog wel 50 jaar. Of nou, dan misschien toch maar... kaal scheren, hoewel dat echt niets mijn voorkeur heeft. Dat zou je wel staan hoor. Nou, dat denk ik dus absoluut niet. Dat is het hele probleem. Ik weet namelijk echt wel zeker dat het mij niet gaat staan. Ik denk dat je met haar ook knapper bent. Dank je. Ja. Oh, ja, nee, laten we het altijd blitz. Blitz. Ja, laten we het daar maar op houden. Hè. Oké, mijn kaartje is een fucking dare. Oh nee! Ja! Ga dit weekend douchen met je kleren aan en post hiervan een video op Instagram. Godverdomme! Nee! Moet het echt? Ja, dat moet echt. De emmer zegt het. Nee. En je hebt het zelf bedacht? Nee. Dit spel. Ja, dat is waar. Ja. Man, wat verderie. Oh, dit is toch grappig? Ja, dit zou ik nou dus nog zonder gêne... met je kleren aan, hè? Ja, maar dat is toch hartstikke vies. Dat is toch grappig? Je kunt ook schone kleren aantrekken. Ja. En een zwembroek is ook een kleding. Ja, nee, ik trek wel even iets heel leuks aan daarvoor, denk ik. Ja. Een kek blouseje. Ja, een vet Hawaii blouseje, ja. Ja, dat is leuk. En een zwembroek, een band om. Ik ben echt heel benieuwd. Dit moet je even knippen, dat ervoor zetten, dat ik ook nog weet wat ik aan moet trekken. Dat is goed. En post hem dan even op Him Media op Instagram. Ja, als je dat nu volgt, dan zie je binnenkort zo'n mooie... Dit weekend. Video. Dit weekend, ja. Ik moet het morgen, want morgen is weekend. Morgen ga ik het gewoon doen. Op zondag douche je altijd, toch? En dan vooral op moederdag alleen maar. Oh ja. Houd in de gaten, Him Media op Instagram. Oké, let's go. Sterk, kleren aan. En gaat hij dan? Oh, dit is ook echt tyfus koud. Holy shit. Oh. Oké, ja. Belofte maakt schuld, maar dit is dus echt... Dit was echt niet chill. Maar goed, douchen met kleren aan is gelukt. Ja. Wil jij nou meer of minder flamingo's? Meer. Ik wou net zeggen, liken, abonneren en gewoon even delen. Dat is het enige wat je hoeft te doen.